topoverleg vandaag in Oekraïne. Ursula von der Leyen heeft de oprichting van een tribunaal bevestigd voor Russische oorlogsmisdaden, waarbij ze ook meteen haar steun heeft uitgesproken aan Oekraïne. Blackbox-redacteur David Boestra duidt de geopolitieke ontwikkelingen, waarbij inmiddels ook openlijk wordt gesproken over de aansturing op een oorlogseconomie. Maar ook dat ga je ons zo meteen uitleggen. Ja, zeker. En je noemde het tribunalen. Van der Leyen die noemde het zelf nog net niet zo. In de Nederlandse media zag je ook dat ze daar heel voorzichtig mee waren. Er zit toch een soort van smet op dat woord sinds kort. Wat noemt ze het zelf? Ja, een onderzoekscentrum komt er. Maar ze is daar met een grote afvaardiging. 15 eurocommissarissen zijn gisteren afgevlogen naar Kiev om dat topoverleg te hebben met Zelensky onder andere. En laten we eerst even wat beelden laten zien van een kleine sfeerimpressie van haar aankomst, van de aankomst van de voorzitter van de Europese Commissie. Ursula von der Leyen in Oekraïne. Dat is de aankomst. Ja. En toen? Nou, opmerkelijk muziekje eronder. En je ziet hier toch een innige omhelzing. Een innige band lijkt het wel. En toen de speech van Ursula von der Leyen, waarin onder andere de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie werd besproken. Die wens die ze al veel vaker heeft geuit en waarvan wij al veel langer zeggen, dat gaat niet gebeuren, dat kan niet binnen de bepaalde regels. Maar daarnaast sprak ze dus ook over tribunalen, maar dan in net iets andere woorden. Laten we weer gaan kijken naar Ursula von der Leyen. Russia must be held accountable in court for its odious crimes. Prosecutors from Ukraine and the European Union are already working together. We are collecting evidence. And as a first step, I'm pleased to announce that an international center for the prosecution of the crime of aggression in Ukraine will be set up in The Hague. Ja, en ze zegt hier dus nadrukkelijk dat Poetin dan in ieder geval aanwezig moet zijn om verantwoording af te leggen voor verfoeilijke daden, zoals zij dat zegt. Ja. Maar ik bedenk dan meteen van ja, in een oorlog zit toch een gevecht toch altijd tussen twee partijen. Moeten ze dan niet allebei daar verantwoording afleggen? Waarom? Daar ligt de focus in ieder geval niet op. Dat blijkt ook uit de bewoordingen die ze kiest. Hè. Ze heeft het over Russische daden, ook alsof het al een voldongen feit is. En de Oekraïnse kant ontbreekt inderdaad, terwijl, wat jij zegt, met recht ook, je zou kunnen afvragen van, is het niet zo waar die twee partijen strijden, er misschien ook wel twee oorlogsmisdaden begaan. Vorig jaar zomer was er een Amnesty-rapport dat ook snoeihard was over de Oekraïnse zijde waar gevochten werd. Hè. De Oekraïnse legerofficieren zouden ervoor hebben gezorgd dat burgers in gevaar kwamen doordat Oekraïne met materieel, legermaterieel zich verschool in ziekenhuizen en in scholen. Allerlei ophef daarna. De voorzitter van Amnesty Oekraïne die stapte op. Hè. Die zei dit is Kremlin-propaganda wat Amnesty hier doet. Maar inderdaad, als je zuiver wil zijn, dan moet je daar met open vizier naartoe gaan en zeggen van, we gaan van beide kanten gaan we de eventuele misdaden onderzoeken en we oordelen dan of ze gepleegd zijn en welke straf daarop moet volgen. Maar Ursula von der Leyen, die je dus zo nauw met Zelensky ziet staan hier, die geeft al aan, er zijn daden gepleegd en die moeten vervolgd worden voor een tribunaal dat we gaan oprichten. Nou, dat was een van de zaken die mij opviel in de afgelopen twee dagen. Ondertussen is het gewoon oorlog daar. En daar waarschuwen ze zelf ook voor. Oekraïne zegt ook van ja, de Russen die staan echt aan de grens van ons land. En met nog meer materieel en troepen dan we hadden verwacht. Dat zien we ook. NBC kopt daarmee. En ik hoop dat we het even in beeld kunnen laten zien. Ukraine warns a new Russian offensive is imminent as troops amass on the border. He, dus de Russische troepen die concentreren zich aan de grens met Oekraïne. En de eerste schatting was na die mobilisatie van Poetin dat het er zo'n 300.000 zouden zijn. Nou, volgens Oekraïne zijn het er waarschijnlijk aanzienlijk meer. 500.000 verwacht men daar.
En vorige week stond ik al stil bij de escalatie in dit conflict met betrekking tot het materieel dat die kant op wordt gestuurd. En toen hadden we het over tanks. En toen zei ik nog, van, ja, het blijft niet bij tanks. Als de tanks gaan sturen, dan volgen er ook gevechtsvliegtuigen. En dat wordt ook inmiddels bevestigd. Polen zegt ook dat ze bereid zijn om F-16's te leveren. Ja, laten we heel even gaan kijken naar een kort verslag van NBC. Meanwhile, Poland has become the first NATO country to say it's open to sending Ukraine F-16 fighter jets, but only in coordination with allies. Ja, kleine slag om de armen. Alleen als we dat in coördinatie kunnen doen met bondgenoten. Nou, dat zag je met die tanks. Dat was niet zo'n probleem. Er kwam een zogenaamde tankcoalitie waar heel Europa ongeveer aan meedeed. Nou, de roep om F-16's en... Ja, dat zou mogelijk gevolg kunnen krijgen. Nu zegt Amerika nog even van niet. Maar ja, wie weet volgende week wel. Nogmaals, mijn vraag is dan, waar eindigt dit? Hè? Hoe gaan we die F-16's inzetten? Wie gaan ze vliegen? En wat hangt er onder die F-16's? Want ze willen lange afstandsraketten. En als die benut zijn, wat willen ze na lange afstandsraketten? Je weet het niet. Dan nog een speciaal optreden van een Nederlander in Portugal. Dat is admiraal Rob Bauer, een van de hoogste legerofficieren in Nederland. Maar hij komt uit als stafchef van het militaire comité van de NAVO. We kunnen hem hier zien met de welbekende corona-elleboog-groet. Ik dacht, misschien interessant om even te laten zien. Hè. Dit is dan de hoogste legerofficier. Onder aanvoering van hem moet men de oorlog winnen. En daaronder zien we hem met een mondkapje en vervolgens wel handen schudden. Nou, hij had een gesprek met een Portugese nieuwszender. En daarin pleitte hij voor een oorlogseconomie. Ja, daar hebben we een klein fragment van. Laten we even kijken. It might also require some prioritization in terms of certain raw materials. Certain production facilities that are required for defense production instead of for civilian production. If you know that in the first 4 years of the United States, in the United States in the Second World War, in the Ford factories, there was no civilian cars made, but only military production. So I'm talking about focus in the sense that we have to have this debate on prioritization, and that is in a way, talking about a wartime economy, but in peacetime. And that's difficult, of course. Ja, hij zegt peacetime, maar we zitten natuurlijk wel gewoon in oorlog. Ik zeg we, hè, want volgens Rutte is het ook onze oorlog. Ja, het is een hele rare spagaat. Hè? De enerzijds moeten we doen alsof we zelf nog niet actief in die oorlog betrokken zijn. Hè? Hij zegt het is een wartime economy in peacetime. Maar ondertussen zegt Rutte inderdaad ook van we zitten, het is wel onze oorlog. Dus het is heel dubbel. Het is een beetje alsof we met elkaar moeten doen alsof we niet zelf in die oorlog zitten. Maar alles wat erop lijkt is wel geoorloofd en dat moet dan ook. Hè? Dus we moeten een oorlogsindustrie gaan optuigen. Ik snap dat ook niet. We zitten midden in een recessie. Er is al schaarste. Hè? Mensen hebben niks te besteden. En dan moeten we ook nog dus de prioriteit gaan geven aan oorlogsmaterieel. Hè? Dus dat er uit de fabrieken geen normale auto's rollen, maar tanks. Hè? Dat voorbeeld haalt hij aan van de Ford-fabrieken in Amerika in de Tweede Wereldoorlog. Dus alles maar weer gericht op oorlog voeren. En ja. Dit gesprek, ik heb het in zijn geheel gezien. Hè, hij noemt ook munitie. Hè, dat is een cruciaal onderdeel van oorlog voeren. Nou, daar raken we in het Westen snel doorheen. Daar heeft de NAVO zich op verkeken. En dat is ook weer zo'n argument van hem dan om toch maar in te zetten op oorlogsproductie. En dan, ja, niet alle landen willen dat uiteindelijk. Gelukkig, in het oosten van Europa heb je Hongarije, maar ook Oostenrijk, die hebben juist gezegd van nou, wij sturen geen wapens naar Oekraïne. Dat heeft de Hongaarse defensiechef aangegeven. En waarom? Omdat zij zeggen dat dat zorgt voor escalatie van het conflict. Dat brengt de oplossing niet dichterbij. Ze zijn wel welwillend om mee te doen met humanitaire hulp en opvang. Maar nog meer wapens die kant op sturen, dat draagt niet bij aan de oplossing, is hun overtuiging. Klinkt als common sense. Ja,
Alleen dat zijn twee landen op de EU, op de hele EU. Dus ja, dan hoop ik dat uiteindelijk zij het voortouw nemen en hier verandering teweeg wordt gebracht. Maar ik denk het niet. Hè. Poetin heeft ook gezegd tegen Oekraïne van nou, stop hiermee, trek een grens. Ga hier niet mee door, want ja, zo zijn we oneindig in een oorlog verzeild. En dan word je afgeschilderd als Poetin-vriend, hè, als je dat betuigt. Als je geen wapens meer wil sturen en aanstuurt op vredesonderhandelingen, dan ben je een Poetin-vriend. Dus er zit ook een cliché aan vast als jij roept om vredesonderhandelingen. En als je opkomt voor de eigen bevolking ten opzichte van het voortzetten van de oorlog daar. Ja, want dan ben je rechtsextremist als je dat doet. Ja, of een nationalist. Ja. Ja. Potverdorie, ja. Maar je zou toch wensen dat die vredesonderhandelingen nou zouden komen en dat ook mensen de straat op gaan massaal. Van zo willen we niet verder. Maar er lijkt totale apathie rondom wat er in Oekraïne gebeurt, in Nederland. Ja, helaas wel. Maar dit was toch een klein lichtpuntje dat deze twee landen samen overleg hebben gepleegd. Ja. En nou ja, de vreemde eend in de bijt durfde te zijn en gewoon besloten van nee, geen wapens meer naar Oekraïne. Ja, met dat lichtpuntje gaan we afsluiten. Of in elk geval jouw item. Het zou ook mooi zijn als meerdere landen hun voorbeeld daarin volgen. Dankjewel, David.